In Engeland is de rechtszaak tegen Vincent T. uit Veghel bijna afgelopen. Vandaag waren in de rechtszaal in Bristol de slotpleidooien van zowel de officier van justitie als van de verdediging. De 33-jarige Vincent T. wordt verdacht van de moord op zijn buurvrouw Jo Yates. Haar lichaam werd op eerste kerstdag langs de kant van de weg gevonden. De zaak heeft voor enorme ophef gezorgd in Groot-Brittannië. Onze verslaggever Alice van der Plas die volgt voor ons de zaak. Alice, vandaag waren dus die afrondende pleidooien. Zijn daar nog bijzondere zaken uitgekomen? Nee, het is eigenlijk een kans voor de officier van justitie en voor de verdedigende advocaat om hun punt nog eens even goed uiteen te zetten voor de jury. Nou, de officier van justitie is opnieuw behoorlijk losgegaan op Vincent T. Heeft hem behoorlijk gefileerd, heeft hem opnieuw een berekenende leugenaar genoemd. Hij hecht geen geloof aan het verhaal van Vincent T. dat die fatale avond op 17 december, toen hij haar om het leven bracht, dat een toevallige ontmoeting was die misliep. En hekelde eigenlijk het feit dat hij Vincent T. 20 seconden lang de keel van Jo Yates heeft dichtgeknepen. En 20 seconden, zo betoogde hij in de rechtszaal vandaag, dat is een erg lange tijd. Nou, heeft Engeland juryrechtspraak? Hoe gaat deze zaak nu verder? Nou, de jury die gaat zich terugtrekken. Hè. Morgen is er een soort samenvatting van de Britse rechter van de hele zaak. En dan gaat die jury zich terugtrekken. En dan moet je eigenlijk gewoon wachten. Soms kan een vonnis snel zijn, soms kan het dagen duren. Britse journalisten hebben ons verteld dat door de bank genomen de jury ongeveer een uur nodig zal hebben om één dag van het proces te evalueren. Dus ja, bedenk dat het 13 dagen heeft geduurd. Dus dan zou je kunnen uitgaan van 13 uur die de jury nodig heeft om tot een vonnis te komen. Ja, wat denk jij? Wordt T. schuldig bevonden of niet? Dat is heel moeilijk om te zeggen, want Vincent T. heeft doodslag bekend. Hij heeft bekend dat hij Jo Yates op het leven heeft gebracht, maar hij heeft gezegd, dat was een toevallige ontmoeting. Zij flirtte met mij, ik begreep dat verkeerd. Uit de paniek die toen ontstond, heeft hij haar gewurgd. Hij zegt dat het dus eigenlijk min of meer een ongeluk is. En heeft dus doodslag bekend. Maar het OM, de officier van justitie, ja, zoals gezegd, hecht geen geloof aan dat verhaal. Die zeggen, Vincent heeft 20 seconden lang haar keel dichtgeknepen. Hij had kunnen weglopen, hij had het anders kunnen oplossen. En dus vinden wij het moord. En ja, de jury moet zich nu gaan buigen over die centrale vraag. Alice van der Plas, dankjewel.